Bij een ongeval in Rijen is zaterdagmiddag een motorrijder gewond geraakt. De man kwam kort voor 1:30 op de Doornseweg in botsing met een auto en vloog daarna met zijn motor tegen een hek aan. Een traumahelikopter werd opgeroepen om hulp te verlenen, maar bleek al snel niet meer nodig. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is begonnen met een onderzoek naar de oorzaak van de aanrijding.